Oh, Jacqueline, ik wil je toch even zomaar breken. Er komt je tussen, hoor ik net. Oh. De prins wil even zien, moment. Zullen we dat even doen? Oké. Okay. Dat stond al op papier, maar dat maakt niet zoet. We hebben de mietje gehad in de gaten. We doen even de prins. Oké, doen we dat. Dames en heren, op het bootje Alwits van de Kwakker, dat is al altijd een van de momenten dat de prins ook even zijn woordjes door de lucht wilt richten. En misschien gaan we dat doen. Dus ik ga hier even naar voren. De vorst, de prins en adjudanten en die lieftallige dames die erbij huren. En die geef ik het woord even aan onze vorst. Dankjewel, Bart. Lief kwakkertje en kwekkertjes. Wie te doen gebroekelijk is het op zaterdagavond dus gebroek om ons jubilarissen te huldigen. En daarvoor geef ik Gerrit het woord aan onze grote prins, prins Koen de Eerste. Koen, aan leg het woord. Lief kwakkertje, kwekkertjes en koele kupjes. Voor we overgaan naar het muzikale hoogtepunt van de avond, zo ik zoals vorst van het zag, Geer, we gaan verrichten tot onze prinselijke hoofdkapel. Zoals gij huurt en ziet, doen die mannen het geweldig. Wij zijn bij hun geweest op een repetitie, want ze zitten hier nu, maar er gaat flink wat werk aan vooraf. Chapeau, mannen. En vrouwen. Ik heb de afgelopen 3 dagen goed opgelet en gij hebt toch wel een hele belangrijke pion hier in het midden. Een fantastische muzikant. Ze noemen hem in het dorp ook wel Mr. Saxofoon. Hij is 3 keer 11 jaar lid van de Prinselijke Hofkapel. Geer, zou je Paul Jacobs naar voren willen hebben en zijn vrouw Ans. Wij, Koen de Eerste, Vastelovensprins 2019, hebben goed gevonden, doen wijten en laten verstoren. Desticht, Paul Jacobs werd benoemd tot ridder in de orde van de John Weir-voetballers. Hierbij omhangig te verseerselen aan deze orde verbonden. En slonig tot ridder. Ongom in je leefspreuk, boete de deur ballen, maar een heidse duchtig knallen, heidse. 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 Ja, Paul. Nou, stuister dan. Kerstverse ridder, die vorige week voor de 11e keer 6 jaar geworden. En vanavond 3 keer 11 jaar lid van de Prinselijke Hofkapel. Dat had je er ook 44 kunnen zien. Maar dan had ze niet een aantal jaren in Leudal-Zuid, oftewel in Heil, moeten gaan wonen. Maar daarom even goed van harte gefeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal. En ook voor dich, heeft de Heesterse kunstenaar, in dit geval Leigiele, een monumentje gemaakt. Wat, ik denk, de Hofkapel echt symboliseert. De slumvalk in het midden, aan de voorkant een kwakkerd, aan de andere voorkant een muzikant. Namens de kapel proficiat en we hopen dat ze nog heel veel jaren samen met ons muziek zullen blijven maken.